Westwing, jullie zijn er ook. Kom snel naar binnen, dan laat ik jullie graag mijn nieuwe huis zien. We beginnen in de woonkamer. Ik ben Florien, jullie kennen mij misschien wel van de Echte Gooise Moeders. En ik woon hier in dit mooie huis samen met mijn man Jeroen, mijn zoontje Beer en mijn zoontje Don in Haarlem. Als ik mijn stijl moet omschrijven, dan zou ik zeggen een beetje beige, beachy, een beetje dat Ibiza-vibeje. Zo clean mogelijk, want je hebt natuurlijk twee kinderen, hartstikke druk, lekker vol met speelgoed. Maar daarvoor wil ik de basis gewoon lekker rustig houden. Voor mij is het echt een must-have om spiegels in huis te hebben. Het maakt en je huis groter en ik heb het gewoon nodig voor mijn werk en natuurlijk voor mijn passie. Ik ben natuurlijk een shopaholic. Kort geleden hebben we ons huis helemaal verbouwd en het is zo relaxed nu. Ook al is het helemaal nieuw, het blijft dit karakter houden. We hebben bijvoorbeeld nog steeds het glas en lood bewaard en ja, het is gewoon heerlijk om hier te wonen. Nou, ik laat jullie graag de rest van het huis zien. Dit is bijvoorbeeld mijn favoriete hoekje. Ik noem het altijd mijn Ludo Sanders hoekje. Want het ziet er heel netjes en clean uit. Maar eigenlijk, als je met een gezin zit, dan ben je natuurlijk altijd bezig met rommel opruimen. En daardoor is deze kast super handig, want dan blijft het hier lekker clean. Thuis zijn is voor mij echt een plek waar ik met mijn familie samenkom. Of het nou met mijn ouders is, of met ooms en tantes, of met neefjes en nichtjes. Het is voor mij eigenlijk een plek waar je altijd jezelf kan zijn. Nou, en dan is dit de eetkamer. En ik hou van een heerlijke lange tafel, zodat iedereen eraan kan zitten. En ook hier probeer ik het weer rustig te houden met natuurlijke producten. Bijvoorbeeld deze heerlijke marmeren fruitschaal. Ik probeer eigenlijk met mijn interieur een beetje tegenovergestelde te creëren als wat er in mijn hoofd gebeurt. Het moet in het interieur gewoon echt rustig zijn. Zo heb ik bijvoorbeeld in mijn keuken gewoon greeploze deuren en lades. En dat vind ik gewoon heerlijk rustgevend. Ik hou toch wel van een beetje lekker gek. Dus vandaar dat ik een hele clean keuken heb, maar toch een lekkere foute gouden kraan. Maar dat komt ook in het rest van het huis terug, zoals de deurgrepen en bepaalde lampen die allemaal een beetje een touch of gold hebben. Tegenwoordig kook ik samen met Beer en ja, hij mag mij helpen met de rijst in de pan gooien, de uitjes roeren. Maar toch ben ik niet echt een keukenprinses, moet ik zeggen. Nou, en dan neem ik jullie nu mee naar boven. Nou, nu we boven op de overloop zijn, kan ik jullie gelijk de inbouwkasten laten zien. Hier kan ik ook weer alles lekker achter stoppen, zodat het weer clean en rustig blijft. Welkom in het museum van Don. Ja, ik noemde dat museum, want hij slaapt natuurlijk naast mij. Hier droog ik hem wel af als hij uit het badje is gekomen. En af en toe overdag leg ik hem in bed. Maar in principe, ja, het is alleen nog maar afstoffen hier. Maar ik heb hier in ieder geval een hele fijne plek voor hem voor later. En al helemaal een heerlijke stoel, want daar voed ik hem heel graag in. Nou, dit is de hotelsuite van papa en mama. En ik vond het super belangrijk hier om een goed bed te hebben. Want wij houden ervan om in de ochtend lekker te knuffelen met onze jongens. En in deze heerlijke teddystoel, daar voed ik Don elke ochtend. Zo fijn. Dit was mijn home tour. Ik hoop dat ik jullie geïnspireerd heb. En tot de volgende keer. Doeg!